In de zaak van de moord op de 48-jarige Enschedece Marja Nijholt zijn inmiddels 15 tips binnengekomen, zo heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw werd op nieuwjaarsdag dood aangetroffen in de tuin van een woning aan de Berghemseweg in Os. Vorige week werd voor het eerst een foto van het slachtoffer getoond in het DTV-journaal en in het programma Bureau Brabant. Ook was een foto vrijgegeven van een grijze rolkoffer die mogelijk van de vrouw was. De politie kan over de inhoud en de bruikbaarheid van de binnengekomen tips nog niet zeggen. De tiplijn is nog steeds open en ook het onderzoeksteam is nog volop met de zaak bezig.